Het is best lekker weer als ik heel eerlijk ben. Misschien neem ik jullie mee op een nieuwe vlog. Ja, dat gaan we doen. Ja, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Final Creator en we gaan vandaag op stap. Ik heb een aantal dingetjes die ik moet regelen. Dus ik denk, weet je wat, ik neem de camera zoals van ouds gewoon gezellig mee. Gewoon wat ik aan het doen ben. En dan zie je vanzelf wel wat we hebben gedaan. Nee, wat ik ga doen vandaag is, ik moet als eerste richting mijn automonteur. Want mijn auto die heeft probleempjes. Dus dat gaan we eerst adresseren. En vervolgens heb ik hier in huis... Ik voel mijn energie is goed vandaag, of vandaar dat ik aan het vloggen ben, want niemand heeft tijd. Maar ik heb in deze kast de toegang tot de achterkant van mijn trap en die trap van mij. Als ik zelf die trap lawaai maak, oh my god. Dus we gaan naar de bouwmarkt om iets te vinden om die trap te gaan stutten met blokjes hout. Zodat je op de trap loopt en geen lawaai hoort. Ik zit op Facebook in een Black Living groep en sindsdien is alles niet goed in mijn huis. Alles irriteert me. Wat ooit wit was, is niet wit meer. Want je denkt dat deze muren wit zijn. Iedereen die muren wit zijn. Vergis je niet, zo geel als kaas. Jawel. Blijf kijken. Follow me. Dus ik weet nog niet precies wat er aan de hand is met mijn auto. Maar ik heb het idee dat een van de bushies niet goed werkt. Waardoor hij eigenlijk op een cilindertje minder rijdt. En dat gaan we dus een klein beetje moeten gaan uitzoeken nu. En daar heb ik een vaste mannetje voor. Het is handig hoor als je je vaste monteur hebt. Die gewoon lekker bij huis kan lastig vallen. Ah, we zitten in de auto. En we gaan rijden richting onze vriendelijke vaste monteur. Van Surinaamse Hindoestaanse afkomst. Als ik je zeg dat als je iets hebt wat gefixt moet worden... Vraag in Hindustan als ik zelf die gasten weet hoe dingetjes weten te fixen. Of Afrikanen. Sang! No. Oké, rijden. Oké, ik kom dus zo net van de monteur. En die zegt: hey, Varello, je auto moet gewoon worden geserviced. Dat gaat zoveel euro kosten. Kijk, ik breng het altijd naar hem voor mijn APK-keuring. Maar kennelijk is een APK-keuring wat anders dan service. Ik zeg altijd, fix aan die auto wat je moet fixen. En ik hoor het wel. Stop de onzin. Maar kennelijk is er een verschil tussen APK-keuring en service. En heeft deze auto een kleine beurt nodig. Luchtfilters, olie, enzovoort. Dus dat gaan we dan moeten gaan inplannen. Dan breng ik mijn auto over 2 weken weg. En dan gaan we dat doen. We gaan iets anders doen, ja. Blijf kijken. Zo, vandaag voel ik me echt stukken beter. En ik besef nu waarom ik me beter voel. Ik heb zo net gesproken met mijn behandelend arts. En het was een goed gesprek, dus vandaar. Maar los daarvan. Ik ben, voor de mensen die de Amsterdamse Poort kennen, loop ik hier in de P24, de parkeergarage. En ik hoor mezelf sloffen. Heel irritant. Ik loop op slipper. Oh, ja, ik loop op slipper. Ik loop altijd op slipper, hoor. Dus laat me niet zo baas zijn. Anyway, ik ben hier in P24. Dankjewel. Want ik had het geweldige idee om richting Mixed Vleva te gaan. Hier in de Amsterdamse Poort. Dat is een nieuwe eettent geopend. En die zit daar volgens mij in de winter in. Want het ijskuipje zit in de zomerperiode gewoon vast in. Dus ik ga nu richting Mixed Flavor. Om een broodje pom te scoren. Ja, wat vind je van het plan? Ik zou zeggen, blijf kijken. We gaan een broodje pom halen. We hebben ze gevonden. Laten we kijken wat er gebeurt in deze tent. Hallo. Heb ik toestemming om te filmen of niet? Ik ben aan het vloggen, hè? De toestemming is er, laten we naar binnen gaan. Zo! Ik heb honger. Honger. En nog eens honger. Wat hebben we allemaal? Ik kom een broodje pom bij je kopen. Broodje pom, en wilt u onze normale pom of de vegapom? We gaan voor de vegetarische pom, daar kom ik voor.
Dus één broodje vegetarische pom, alsjeblieft. Eén broodje vegetarische pom. Yes. Kijk. Ze hebben verschillende gerechten hier. Ik hoef ze niet in beeld te brengen, want daar gaat het niet om. Het gaat om het broodje pom, wat nu gemaakt wordt in die keuken. Dus we gaan zien wat we lekkers gaan krijgen. Heerlijk. Hm? Dankjewel. Hey mensen, moet je kijken wat ik heb gescoord. Kijk hoe intens gelukkig ik ben. En niet alleen een lekker broodje vegapom. Ik heb nog even een spa blauwtje erbij besteld, want inmiddels was ik wel aardig uitgedroogd aan het raken. Dus we gaan op zoek naar een bankje om liefde te gaan bedrijven met dit broodje. Big flavor. Ja man. Mm. De reden waarom ik zo poëtisch kan praten natuurlijk over dit broodje pom, is omdat ik hem al eerder heb gehad. Mijn tante vraagt me: vooral wil je wat eten, mijn kind? Ik denk, ja, doe maar iets. Broodje pom. Ik denk, nee. Maar volgens mij zei ze iets van, of had ik er gezegd, of zei ze iets van, wat nieuw san dape. Om de hoek. Bij de poort. Dus zodoende is ze het gaan kopen. Langami, one broodje pom en volgens mij een gele van anders. Als ik je zeg dat ik een aangetekende brief richting Maxima en Willem-Alexander heb gestuurd van blijdschap. Weet je dat je gewoon een broodje pom kan vreten? Die naar een broodje pom smaakt. Snap je? Ik bedoel... Ik vraag niet veel in die Libi. Dan een broodje pom. Je nou een broodje pom smaakt. En ze heeft die peper gezet. Oh, ze vroeg me, moet je peper en zuur? Ik heb gezegd ja. Ik heb niet gezegd dat ik zwak ben voor peper. Maar ze heeft het perfect gezet, man. Heerlijk, man. Dus als je bang bent voor dingetjes, toch? Dat je jezelf eeuwig remt. Nee. Soms moet je risico's nemen in het leven. Proost. Mm. Dus mixed flavor. Jullie doen kennelijk al lang jullie ding. Ik heb jullie ontdekt. Pas in 3 seconden. Maar wat een aangename kennismaking. Show do you. Dus ja. Dus we gaan even naar de apotheek. We gaan eerst richting de praxis. Want we gaan een beetje Bob de Bouwer spelen thuis. Zoals ik eerder al had gezegd. Dus, ik zal even het broodje laten zien. Maar eigenlijk heeft het niet... Het heeft geen nut om het te laten zien. Komt gewoon halen hier. In de Amsterdamse poort. En geef je smaakpupillen een uitdaging. Oh. Zo spang dat je eigenlijk gewoon een dutje wil doen. Zo spang. Dat je helemaal content bent, helemaal zen. Lekker man, die peper. Tering. Oké, goed. We gaan naar de volgende avontuur. Bye bye. Ja. Ik sta bij de praxis uiteraard. En we gaan lekker naar binnen. En dan gaan we op zoek naar hulpmiddelen om die stomme trap nou eens een keertje aan te pakken. Want het geluid kan echt niet. Misschien hebben ze een systeem, een module systeem, wat je gewoon kant en klaar kan kopen. Worst case scenario moet ik het zelf in elkaar gaan flansen van hout.
Dus dat gaan we dan moeten doen. Ik hoop dat ze iets hebben wat goedkoop is en duurzaam. Want dit project doen we namelijk maar één keer. Als ik hier loop, dan voel ik me echt verschrikkelijk thuis. Ik kom hier zo graag in deze winkel. Ik hou van klussen toch? En ik hou van mooie dingetjes maken. Maar we gaan heel even kijken bij die verstekzaadjes. Om te zien wat zo'n zaag dan wel niet mag kosten. Als je die zelf zou aanschaffen. Nou ja, redelijk geprijsd. Goedkoop is het niet. Maar ja, veel van dit soort dingetjes, je koopt het één keer en hopelijk kan je het voor de rest van je leven gebruiken en gaat het in je erfenis. Wat een mooi spul hier, joh. Dus ik sta nu bij de houtzagerijservice van de Praxis. En ik loop tegen een klein probleempje aan. Ze zagen niet in verstek. Dus dat wordt waarschijnlijk, als ik hier geen passende oplossing vind, een of ander systeem, dan moet ik echt naar een houten zagerij gaan die het mooi voor me in stukjes kan zagen zoals ik het graag zou willen hebben. Ik zal wel het hout dan hier waarschijnlijk al kopen, maar ik kijk even. Dus daarom toch hou ik van mezelf. Je moet nooit afgaan op wat die professionals die eeuwig zeggen, hoor. Dan heb ik de baas onder de baas gevraagd van hey, oké, je kan me niet zagen in verstek, maar heb je ergens een blokje wat in verstek is? Hij zegt me nee. Maar ik ga toch even kijken en ik zie iets waar ik mee vooruit kom. Kijk. Kijk, dit noemen ze een glaslat. En dat is in verstek. Dus dit is wat ik nodig heb. Hier kan ik wat mee. Nou, ik heb de juiste onderdelen, stukjes hout bij elkaar gevonden. We hebben schroeven nodig en houtlijm. En dan ben ik eigenlijk tevreden. Ik wacht nu op de zaagservice om het in blokjes te zagen. En dan gaan we richting de kast en dan gaan we eigenlijk gelijk klussen. Want ik heb wel het idee dat hij dit vandaag wel wil gaan doen. Dus hey. Mensen, het is gelukt. Kijk, dit zijn die blokjes die nu in verstek zijn gezaagd. En die kunnen we dus gaan gebruiken om die trap te gaan verstevigen. We gaan houtlijm zoeken en schroeven. Kijk hoe blij ik ben. We gaan naar huis, hoor. Ik woon niet ver van de Praxis vandaan. Dus we gaan gelijk naar huis. En we gaan gelijk beginnen te schroeven met die handel. Oh, een rustige trap. En zo, we zijn weer lekker thuis. We gaan lekker klussen. Dus ik denk, ik kan wel een klein beetje uittekenen wat het probleem is waar ik dus tegenaan loop. Moet je voorstellen dat dit is eigenlijk een trap waar je tegenaan kijkt. Dit zijn de treden, toch? Naarmate je over de trap loopt in het midden, over de jaren heen, de trap die gaat slijten. Als die brand nieuw is, moet hij een beetje, snap je? Maar over de jaren heen loop je op de trap heen en langzaam beginnen hier in de hoekjes, even goed kijken, hier in de hoekjes begint hij dus te piepen. Waarom? Het komt hier, op dit punt komt de trap naar boven. En het idee is, als we ervoor zorgen dat er hier geen beweging meer is in die trap, dat we geen geluidsproblemen meer hebben. En hoe gaan we dat doen? Kijk, het is volgens mij heel eenvoudig. Als we zeggen, dit is een trap en dit is een trap. Oké. Kan je het zien? Goed, dit is de trap. Hier loop je dus op. En wat ik ga doen is, ik ga een blokje hier onder plaatsen. Dat is het grote blok. En in dit stuk, het tussengedeelte, daar ga je een ander blokje tussen proberen te krijgen. En vastmaken met lijm, hout, whatever. Dat is het tweede stukje hout wat hier vervolgens tussen komt. Dat gaat ervoor zorgen dat hier, één dikke flit, dat gaat ervoor zorgen dat hier geen beweging meer komt in de trap.
Dit blokje breng ik dus bij alle treden aan die geluid veroorzaken. En dat ga je me nu zien doen. Sterker nog, ik ga ze gewoon allemaal doen. Want je zal maar tijd hebben dat volgend jaar één treden die je hebt overgeslagen plotseling geluid begint te maken. En als dit eenmaal er zit en hij maakt weer geluid, het is alleen een kwestie van de treden die dan toch weer gaat piepen, even bijslaan. Tik, tik, tik. Ga even dieper erin. Zet het op spanning weer. Zodat je treden geen geluidsoverlast meer maakt. Kijk, ik moet wel zeggen, het is wel prettig als je hoort wie op de trap loopt. Een soort van beveiliging. Maar soms is hij gewoon weer een klein beetje te luid. Dus we gaan aan de slag. Ik ga je laten zien hoe ik de materialen ga voorbereiden. Kijk, en dit zijn die grote houten blokken die als eerste ter ondersteuning aan de onderkant van de trap worden geplaatst. En vervolgens tussen de trap en het houten blok gaan wij dit dus ertussen wedgen, waardoor dan de trap onder spanning komt te staan. Omdat dit best vervelend hout is, zal ik dus al deze blokken voorboren, zodoende dat het hout niet gaat versplinteren op het moment dat ik het erin schroef. Laten we dat eerst maar gaan doen. Ik heb ongeveer 14 treden, denk ik. Dus we gaan 24 of 28 gaatjes gaan we maken in deze blokjes. Goed, als eerste wat we gaan doen is twee gaatjes gaan we boren. Ik ga ze alle 14 dus zo doorboren. Ik zie het op het oog. We maken twee mooie gaten. Zowel links als rechts. Vervolgens wil ik dat de kop van de schroef mooi goed verzinkt in het hout zit. Dus we gaan het een klein beetje voorboren. Kijk, en als je het op deze manier voorboort, als we deze straks in de schroef hebben geschroefd, dan is hij mooi verzonken aanwezig. En dan kan ik altijd nog zeggen, weet je wat, ik ga die blokjes mooi afwerken om ze vervolgens een keertje te schilderen. De kast zelf is geen schoonheidsplaatje, dus maar op deze manier heb ik mijn werk toch goed, mooi en netjes afgewerkt. Deze blokjes gaan we dus allemaal voorbereiden. En vervolgens vastmaken onder de trap met houtlijm. Welkom nog een keer in de kast. Eenmaal in de kast laten we even een paar torens bespreken. Nee hoor, maar even alle gekheid aan de kant, mensen. Welkom in de kast. Ik heb even die kamer hier neergezet. We gaan het hier testen. We gaan het even samen hier testen. Dus de bedoeling is dat ik dit stukje natuurlijk wel plaats. Op een manier dat dit blokje er nog wel tussen kan. Kijk, eigenlijk zou ik deze ook in verstek moeten zagen. Maar daarna dan heb ik een perfecte aansluiting. En dan wordt het eigenlijk een stukje makkelijker. Maar omdat ik deze niet in verstek heb. En ik ga niet naar een speciaal staak om het daar te laten te verzagen. Moet ik het eigenlijk een klein beetje gaan pietje preciezen. Met de lucifer doosje. Om te kijken of het daarmee gaat lukken. Dus mensen, kijk gewoon lekker gezellig mee. Ik hoop niet dat de dikke hoofd in de weg zit. Ik denk het wel. We gaan het eerste blokje gewoon plaatsen. En ik ga even het luciferstokje aanhouden. Als de juiste tussenspatie. En ik ga hem een heel klein beetje bevestigen. En als ik tevreden ben, gaan we het vastmaken met lijm. Dus lang leven. Ik zie mooi in het midden. Lang leven een luciferdoosje. En dan gaan we deze lekker boren. Handig dat ik de juiste bit erop heb zitten. Ik heb niet de juiste bit, we zijn zo terug. Zo, natuurlijk wanneer je merkt als je niet het juiste bitje hebt. Je boommachine gaat beginnen te piepen en zegt die nee. Ik doe dingen heel erg op het oog. En waarom doe ik het heel erg op het oog? Ik merk gewoon dat wanneer mijn oog zegt het staat recht. Dat het ook gewoon recht staat. En uiteindelijk gaat het ook toch op het zicht wat ik zie. Dus we hebben deze nummer 1 erin zitten. Oké. Goed. Gaan we deze ook gelijk maar vastmaken. Ja. Pak even een tweede schroef. Goed.
Oh nee. Hij zit er, Lucifer's doosje kan er makkelijk nog tussenuit. Ik kijk heel even naar wat ik hier heb gedaan. Qua aansluiting. Het is heel even tijdelijk. Maar ik moet zien of het Lucifer stokje. Het Lucifer. Maar ik moet zien of dit doosje de juiste afstand kan houden. Voor wat ik hier aan het doen ben. En als ik aan het kijken ben. Hoe gaat deze aansluiten. Dan zie ik dat hij mooi goed aansluit aan de linkerkant. Maar aan de rechterkant. Sluit u. Heeft hij te veel ruimte. Desondanks. Is dit nog steeds wel goed. Dit is goed. Maar ik zie dat ik aan de rechterkant wat te veel ruimte heb gehouden. Dus we gaan deze iets beter plaatsen. Maar ik ben tevreden. Het Lucifer doos is de juiste afstand. Om eigenlijk de hele trap te gaan doen. Dus ik ga de hele trap doen en je gaat het resultaat zien. En dan gaan we de looptest opnieuw doen. Om te kijken of het probleem is opgelost. In totaal heb ik de 13 blokjes nu overal geplaatst. En nu moeten de tussenstukjes er tussen. Nu heb ik al die tussenstukjes geplaatst op al die treders. En vervolgens aangeslagen met een stuk hout en een hamer. De treder staat nu op spanning. Ik kan nu goed in het midden lopen. Mijn probleem is opgelost. We gaan het testen. Nou luidjes, inmiddels is het wat later geworden. Het project zit er dus op. Zullen we gaan kijken of we nog geluid horen? Ik ben benieuwd. Zo, dat zit erop. Nou mensen, ik ben ontzettend blij met mijn trap die nu lekker rustig klinkt. Ik wil jullie bekijken voor het kijken naar deze vlog. Het was me toch een hele leuke dag. We zijn lekker opgestaan. We hebben gedaan wat we moesten doen. We hebben heerlijk gegeten bij Mix Flavor. En we hebben thuis lekker geklust en die trap gefixt. Bedankt voor het kijken en ik zie je bij de volgende video. Ik ben Find the Creator. Ik maak content op het internet. Vind je mijn content leuk? Nou abonneer met het belletje aan. En dan blijf je altijd op de hoogte van mijn toekomstige video's. Like en subscribe. Bye bye.